De paddentrek is begonnen. Om te zorgen dat de padden niet plat worden gereden, zetten vrijwilligers bij de Horalaan in Ede en bij de Dikkeberg in Bennekom de padden over. De werkgroep in Bennekom zoekt nog vrijwilligers. In Ede zijn er genoeg vrijwilligers om de padden over te zetten. De diertjes gaan in een emmer naar de overkant van de weg om vandaar hun eigen route naar een nabijgelegen poel te zoeken. In die poel zetten ze de eieren af. De vrouwtjes komen ook vanuit het Hoekelum. En de mannetjes zitten ze op te wachten en gaan dan op de ruggen van de vrouwtjes zitten om met z'n tweeën naar de poel te gaan. En daar de eieren af te zetten waar de mannetjes de eitjes kunnen bevruchten. Een pad zet snoeren af, een dubbel snoer. En op het moment dus dat die snoeren afgezet worden, dan wordt het bevrucht door het mannetje. Dus het is een uitwendige bevruchting. En een padden-echtpaardje, hoeveel nageslacht kunnen die wel niet krijgen? Nou, dat is maar de vraag of het allemaal groot wordt. Maar in ieder geval, die snoeren die kunnen dus toch wel een groot aantal eitjes bevatten. Dus als we een pad nemen, dan zullen we toch gauw snoeren van 500 en wel meer eitjes. En een bruine kikker kan een paar duizend eitjes in kikkerdril, in grote klompen. Dus op het ogenblik in de poel vind je overal klompen kikkerdril. En je vindt ook al snoeren van de gewone pad. We doen het 's avonds omdat dan de padden gaan trekken van de overwinteringsplaats, en dat is bij het Hoekelum, naar de poelen toe om hun eieren af te zetten. En daarom doen we het 's avonds. Ik kom hier regelmatig met schoolklassen, want ik ben ook gids voor schoolgids en van het IVN. Dus dan ben je hier met grote groepen kinderen en dan het enthousiasme van die kinderen als ze een pad zien, een amplex, wat het is, een mannetje bovenop het vrouwtje, daar hier in de poel rondzwemt. Nou, dat vinden ze schitterend. De groep aan de Horalaan zet in een paar weken tijd ongeveer 1000 padden over. De vrijwilligers merken dat het aantal padden de laatste jaren flink is afgenomen. Ons topjaar was in 2008. En toen hadden we 12.000 padden. En waarom is dat nu zoveel minder? Nou, omdat hier achter ons is een nieuwbouwwijk gekomen. Dat is op het terrein van de Enka. En daar leefden eigenlijk alle padden, het merendeel van de padden. Verder is het ook zo dat er ook padden leven hier op het Horapark. Waar altijd veel verkeer is geweest 's avonds, zoals nu valt het mee. Maar waar er ook heel veel beesten doodgereden werden. En er garages zijn waar beesten inkropen en niet gevonden werden door ons. En daardoor gewoon ook dood gingen. Als we een populatie van 1000 of zo houden, dan ben ik al heel erg tevreden.